Chateau-Meiland, het populaire televisieprogramma, maakt zich klaar voor een tiende seizoen dat in het najaar op SBS 6 zal worden uitgezonden. Opvallend is dat de Meiland-familie voor deze nieuwe reeks weer de grens overgaat. Martin Meiland onthulde in een interview met RTL Boulevard dat het nieuwe seizoen zich voornamelijk in het buitenland afspeelt, maar hij houdt nog geheim in welk land. Hoewel het programma ooit in Frankrijk begon, wil Martin niet bevestigen of ze daar opnieuw neerstrijken. De nieuwsgierigheid rond de bestemming van het nieuwe seizoen blijft dus nog even in het ongewisse. Erika Renkema voegde eraan toe dat de keuze om naar het buitenland te gaan voortkomt uit een noodzaak voor vernieuwing. Reality moet leuk zijn, merkt ze op, dat was het afgelopen vijf jaar zeker het geval. Maar nu niet meer, we worden ook ouder. We gaan straks ergens wonen met Maxime en Leroy, en daar willen we geen opnames maken. We hebben geen behoefte om dingen te verzinnen, dat paast niet bij ons. In het vorige seizoen stond de verbouwing van het pension in Noordwijk Centraal. Een interessante wending was de spin-off Chateau Meiland-Vips, waar bekende Nederlanders het verblijf bezochten. Deze nieuwe serie, met een blik op het chateau door de ogen van BN'ers, maakt binnenkort zijn debuut op televisie, wat de fans ongetwijfeld enthousiast zal maken voor wat het tiende seizoen te bieden heeft.